Een ongeluk zit in een klein hoekje en als er een keer wat gebeurt, dan wil je niet voor onverwachte kosten komen te staan. Daarom helpen wij jou bij het kiezen van de autoverzekering die het best bij jou past. Bij het afsluiten van een autoverzekering heb je keuze uit drie soorten. WA, WA Plus en All Risk. We beginnen met de WA-verzekering, ook wel wettelijke aansprakelijkheid. Dat is de minst uitgebreide en de voordeligste van de drie. Je bent hiermee verzekerd voor schade die je met jouw auto bij anderen veroorzaakt. Beschadigingen aan je eigen auto zijn niet verzekerd. Maak je schade aan een andere auto, dan hoef je niet eerst zelf een deel te betalen. Je hebt dus geen eigen risico. De WA Plus dekt, zoals de naam al aangeeft, hetzelfde als de WA-verzekering plus nog een aantal extra zaken. Sommige schade aan je eigen auto valt hier namelijk ook onder. Denk daarbij aan schade door diefstal, brand, storm of hagel en ruitschade. En het zal je maar gebeuren, schade die komt doordat je botst met een loslopend dier. De meest uitgebreide is de all-risk-verzekering. Hiermee verzeker je ook schade aan je auto die je zelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld als je tegen een paaltje aanrijdt. Of als je schade aan je auto hebt, maar dat je niet weet wie het gedaan heeft. Deze verzekering is fijn als je alles gedekt wil hebben. Bij all-risk en WA Plus heb je wel een eigen risico. Nu je weet welke verschillende verzekeringen er zijn, komt de belangrijkste vraag. Waar moet ik nou op letten als ik er een af ga sluiten? Nou, daarvoor schakel ik graag de hulp in van adviseur Jamie. Jamie, help ons even. Waar moet ik nou allemaal naar kijken? Nou, welke autoverzekering het beste bij je past, hangt af van een aantal dingen. Bijvoorbeeld de leeftijd van je auto. Voor een auto tot maximaal 6 jaar oud zou ik kiezen voor een all-risk-verzekering. Is je auto tussen de 6 en 9 jaar oud, dan is de WA Plus-verzekering meestal het beste. En voor auto's ouder dan 9 jaar zou ik de WA-verzekering aanraden. Oké, en waar kan ik nog meer rekening mee houden? Kijk hoe afhankelijk je van je auto bent. Heb je bijvoorbeeld geen geld achter de hand, maar heb je de auto wel nodig voor werk of om de kinderen naar sport te brengen, dan wil je geen risico lopen en kun je het best kiezen voor een all-risk-verzekering. En als ik geen schade rijd, krijg ik dan nog korting? Jazeker, daar noemen we ook wel schadevrije jaren. Elk jaar dat je een autoverzekering hebt en je geen schade rijdt of schade bij ons claimt, bouw je schadevrije jaren op. En hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe hoger de korting. En deze kan wel oplopen tot maximaal 80%. En heb je nog helemaal geen schadevrije jaren opgebouwd, dan start je bij ons al op 50%. Zo, dat is best wat. Dan heb je ook nog een aantal aanvullende verzekeringen, zoals een rechtsbijstandverzekering bij juridische problemen, pechhulp voor als je stil komt te staan en een inzittende verzekering. Wat is dat en wanneer heb ik die nodig? Nou, daarbij betalen wij de schade als mensen in jouw auto gewond raken, overlijden of schade hebben aan hun spullen door een ongeval. Dit geldt natuurlijk ook voor jezelf. Dat is bijvoorbeeld verstandig als je geregeld kinderen van en naar school brengt. En dan is iedereen in de auto goed verzekerd. En nog even over die pechhulp. Bij Univeer word je zowel onderweg als thuis geholpen wanneer je autopech hebt. Je hoort het. Bij Univeer staan we altijd voor je klaar met adviseurs in de winkels en uitstekende service online of aan de telefoon. En de korting voor je schadevrije jaren kan oplopen tot wel 80%. Dus bereken nu je premie.